Kijk, ik ben IMT en ik ben weer samen met Mark met een nieuwe episode van Rocket League. Hallo. Wow, ik begin meteen met Lex Pike van de server. Ja, je wordt er gelijk geëxploiteerd. Ja. Yep. Leuk, hè? En meteen echt aan alle kanten op gebeuken. Die bal, dan. Die is heel erg glitchy. Ja, weet je te. Holkan. Hey, Casper, dankjewel. Casper the ghosty hat. I'm getting stronger, stronger, oh. I am getting stronger, oh. Okay, ik moet echt niet gaan zingen. Ja, waarom doe je het dan? Zo. Fuck. Er gebeurde heel veel in dezelfde seconde tijd. Ja, inderdaad. Paul die glitch was de tering. Of ze hebben het expres zo gemaakt. Mijn bal, mijn. Not even more. Wat is going on? Rock League. Oké. Dat klonk echt als een oversexte Himalaya-mug. Ja. Oh god, lag. Ja, ik had ook een lag. Ik activeerde net mijn power-up en die ging gelijk weer weg. What the fuck? Fuck. Hey, ik probeerde nog wat, moet je kijken. Maar bij mij ging die mis. Kijk dan, tik. Ja, wat heb je net om een enemy aan te tikken? Maar je moet die bal aantikken. Ja, maar die enemy, die tikte wel weer de bal aan. Ik heb een goed idee van maandag. Als ik naar school ga. Ik ga shrimp noodles halen. Och, is het weer zover de noodle fetish? Nee, geen noodle fetish. Iedereen heeft er een schurft hekel, maar die dingen die stinken zo hard. En dan ga ik dat doen net vlak voor de opdrachtgever binnenkomt. En een docent. Oh, als je een... Nee! Als je een enemy aantikt wanneer je een magnet hebt, dan gaat hij gedeactiveerd. Ja, dat wist ik. En hij moet van mij 3 seconden erin blijven liggen en dan heb je een goal. Zoiets. Oké. Okay. Oh. Is dat er nou Equilinox? Ja, dat is, denk ik, iemand die Equilinox leuk vindt. Ik ken dat spel trouwens. Ik heb die live ontwikkeling gevolgd op YouTube. Yay! Sorry for not being sorry. Okay, let's go. Smash the keys on my board. Ik raak er wat aan. Ja. Niet mij. Maar die raakt mij wel aan. Ik werd aangetikt door een teammate. Mijn bal. Nou, oeh, close. Oh, die bal die glitch. Was 2 mensen die magnet hebben. Ja, dat klopt. God. Teammate verneukt het. Ik dacht dat Rumble altijd alsof fucking chaotisch was van dit. Maar dit is echt maar op 1 plek, want er zijn 2. Oh, je raakt precies de boost van mijn neus weg. Nou, een enemy. Auw! Get your hands off of Mark. But I like it. Wat? Oh, die bal. Zo glitchy. And then it shoots away. Like a homing missile in a black knight. Mijn. Mijn bal. Onze bal. Ah, bijna. Maar dat is dat alleen bij Sjöne Boel. Dat geeft verdomme goed.
Wat er ook gebeuren. Ja, ik tikte jou aan. Ja, dat was te merken, ja. Deze game mode, het is echt hectisch. Want je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Als je het over hectisch hebt, dan explodeer ik ook nog. I think we lost. Maybe. There's always a way to return it. Into the eternity. Ja. Dat. Nee, ik sta wel MVP van onze groepje. Wel het probleem is, hè. Ik heb alleen mijn oude opnames niet meer. Als ik ze 1, 2, 3 bij kan. Dat denk ik net even. Nee! Teammate! Enemy tikkelt iets weg. Dat is aber scheisse. Ja. Ik moet even bedenken, hè. Ik moet even mijn editprogramma kopen. Ik heb, ik heb die downloadlink niet meer, waar ik hem ooit gekocht heb. Nou ja, laat ik zo zeggen, die link is niet meer geldig. Dat die webshop failliet is. Dus dat is op zich niet zo handig. Nee, ik begrijp het. Dat is zo onhandig met downloaden. Ik heb nog steeds een geldige key. Alleen doordat die webshop dus niet meer online is. Kan ik het dus niet meer downloaden. Legaal. En ik heb geen zin om er een van de illegale websites af te trekken. Want je weet nooit wat voor malware erbij in zit. Dus, jongens, koop altijd al je shit bij een legale winkel. Games bij Game Mania of bij bol.com. Ga het niet downloaden. Ja, behalve van Steam of dat soort websites. Doe ik ook altijd. Weet je zeker wat je krijgt. Maar in ieder geval, laat die like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg. Doeg.